Hallo en welkom bij Pretparkwereld. Vandaag is het Magic Member Night voor abonnementhouders. En wij gaan weer op de summercamp slapen. Alweer gaan we weer slapen. Echt, wat doen we dit toch vaak? Maar veel kijkplezier. Ja, we slapen weer op de summercamp. En we slapen niet zomaar in een tent. We slapen in tent nummer 80. Dat is echt de hele meme van heel de pretpark community. Echt, als je ook sommige YouTubers hoort, dan hoor je over tent 80 van alles. Nou, en wij moesten natuurlijk als pretparkwereld ook gaan slapen. Maar we gaan eerst inchecken en dat duurt een half uur of zo, want die rij. Ik kan echt nooit iets positiefs hier bij die oude ingang zijn. Hè? Ik moet echt positief zijn. Nou, en nu gaan we even wachten. Het duurt maar een half uurtje, dus het valt op zich nog wel mee. Maar ja, ik moet echt positief zijn, want ik ben altijd negatief bij deze oude ingang. Ik snap dat niet hoe dat kan, maar we gaan naar binnen. Kom. Dus wij gaan nu weer via de oude ingang. Oh. Yes. Oh. Ja, yes, jij. Ja, gaat lekker goed. Ja. Nou, en we zijn binnen. Ja, we zijn er in Toverland weer. Het is nog niet lang genoeg geleden. Ja, allemaal Toverland video's, Toverland Ja, dit is de Toverland week, maar dit is alweer de laatste vlog van de Toverland week. Ja, dat was wel een leuke Toverland week, ja. De Toverland fan ben je allemaal. Dat vond ik wel echt heel erg vet. Ja. De Troyback Days ook zeker, maar dat was vooral de merchandise dat ik het leukste vond. Ja, en de quiz dat jij natuurlijk had gewonnen. Ja, en ik sta momenteel nog steeds niet te wachten om de trooikarretjes te gaan bouwen. Maar daar moeten we ook rustig over nadenken. Ja. Ik kan niet wachten om dat ding te gaan bouwen. Maar dat komt nog wel. Ja. Maar we moeten niet elke keer hebben over wat we leuk vinden. Want vandaag komt er ook nog een dag. Ja, dat klopt. Dus we kunnen pas na deze, op het einde van de video zien wat het leukste was. Maar voor nu, we gaan even tot 4 uur vermaken in Toverland. En dan gaan we naar ons tent toe, tent 80. Ja, dit wordt wel echt, dit is de meme. Ja, dit is echt de meme. Tent 80. Je gaat heel veel tent 80 deze video horen. Ja, ja eigenlijk jullie wisten het al, want het staat in de titel van de video en in de thumbnail. Maar wij slapen in tent 80. Ja. Nou, we hoeven ook geen nieuwe thumbnail en titel te bedenken. Ja, dus ik zal het maar hier al. Handig. Ja. Oh, maar daar komt eigenlijk een hele mooie documentaire over tent 80. Hoe tent 80 is ontstaan en hoe de... Nee. Zullen we dat niet doen? Nee, doe maar niet. Maar ik heb zin in. Laten we... Ja, we zijn er trouwens al. Ja, waar gaan we naartoe? Wij gaan naar... Ja, want Sam is vandaag jarig. Woehoe! Dus daarom gaan we daar naartoe, naar het winkeltje. Ik weet niet of hij vandaag jarig is, maar hij viert vandaag zijn verjaardag. Hij slaapt ook in een Toverland tent, niet in tent 80. Want daar is hij helaas te jong voor. En hij vindt vanavond zijn verjaardag te Nee, weet je, je mag trouwens alleen in tent 80 slapen, want het is voor 6 personen. Als die 6 personen samen ouder dan 80 zijn. Ja, dat klopt. Ja, en dan was Sam helaas niet. Ja, nee, want hij is veel te jong daarvoor. Dus, kwam het net niet uit. Nee, dus helaas mocht Sam niet meer in tent 80. Ja. Daarom slaapt hij in tent 1, want hij is 1. Hoe oud is Sam geworden? 15, toch? Weet ik veel. Of 14? Weet ik veel. Ja, dus hij kijkt er dadelijk terug en hij denkt van, oh, ik ga niet meer met die gasten. Ah, maar we geven hem wel een cadeautje, dus dat zal hij wel blij mee zijn. Hier, dit is pas leuk voor Sam. Dit wordt het. Ik zou nog eventjes rondkijken. Oh, een bord van zijn eigen hoofd. Hij gaat het dus echt ook allemaal terugkijken en dan denkt hij van... Maar oké. En Thomas, dat van de dwerf. Poef! Hier een leuk kussen. Met zijn eigen hoofd erop. Nou. Maar wat heeft Sam nog niet? Ja, weet ik ook niet. Ik ken ook iets van Troy, want ja, hij heeft natuurlijk een achtbaankarretje. Zijpaneel van Troy. Wij hebben een achtbaankarretje, Sam. Wij zijn meer prepperfans. Wij hebben een achtbaankarretje. Je hebt alleen één zijkant. Nou, wij hebben dus echt geen idee wat Sam allemaal heeft en wat hij nog wil. Ja, dus we hebben even zijn moeder gebeld.
Ja, en ik vroeg of vond ik denk een pet. Wel leuk om een pet te geven. Dat is hartstikke leuk. Dus een pet voor Troy had hij nog niet. Maar die hebben ze niet in dit winkeltje. Die hebben ze zelfs ook nog niet eens. Ja. Oh. Erwin, heb jij nou iets gejat? Nee, nee, natuurlijk niet. Ja, deze erpfles die is zo, zo goed dat hij gewoon afgaat omdat hij gewoon fantastisch is. Dus ga nu naar erp.com en bestel deze. Voer dan de code 1080 in en dan krijg je 20% korting op erp. Dus dat betekent nog maar 80%, snap je hem, 1080? Ja, maar nee, dit mogen wij niet zeggen, wij zijn niet gesponsord. Maar erp is echt fantastisch, echt. Dit is mijn nieuwe drink, tegenwoordig. Ja. Maak gewoon reclame voor iets waar ik geen geld voor krijg. Moet je nagaan. Wow. Je krijgt hier wel geld voor, maar dan mogen we alleen niet in de video zijn. Oh, wacht. De camera staat nog aan. Ah. En al die bochtjes hangen er nog van de Troy Back Days. Kunnen we nog eens de speurtocht gaan doen? Ja. Happy birthday. Happy birthday. Maar hij is helemaal niet jarig meer. Wij gaan het laatste schild gewoon kopen. Hij die gaat gewoon, die hoeft gewoon weg. Hij is hier gewoon die laatste schild. Hij heeft er al 6 thuis liggen. Maar hij gaat het doen de laatste, want ja, hij heeft geld te veel. Ja, dat is voor personeel, voor Toverman. Die komt er niet bij stiekem, zijn. Dat doet hij allemaal stiekem zeggen. Nee, een extra schild heeft hij. Ja. Ja, blijkbaar waren die er nog. Nou, en wij gaan deze fantastische put kopen voor Sam. Oké, dit is wel heel enthousiast, hè? Maar dit wordt hem. En wat is er dan zo speciaal aan erp? Nou, je drinkt gewoon water, maar het proeft naar perzik, wat ik op heb zitten. En het is groen. En het is groen, perzik. Oké. Okay. Ja. En hoe kan dat dan? Water dan naar perzik proeft? Weet ik ook niet. Magie. Er zit ook magie in. Magie? Met de toverstaf. Ja. Heb je ook een toverstaf? Ja, heb ik ook, ja. Jezelf getoverd? Ja, ik zelf getoverd. Goede ja. Magie dus. Ja, nou, oké. Okay. Ja. Dan veel plezier met erp. Ja. Misschien kan ik ook nog wel erp getoverd. Ja, dan kan je op www.erp.com kopen. www? Ja. Wat moet je dan doen? Wat ben je dan aan het doen? Ja, een lastig verhaal. Je hersenen zitten al zo vol, dus ik zal het ja, maar uitleggen. Oké. Oké, okay, veel plezier, dan ga ik weer toveren. Ja, ja. Ja. Okay. De toverspreuk om dit te maken heet. Met welke beweging? Met een rondje omheen. Als een bubbel zo. Als een bubbel. Als een bubbel, ja. Nou, ik ga het eerst met papa overleggen en dan ga ik oefenen. Ja? Ja. Oké. Okay. Goed, doei. Veel plezier. Echt zo leuk om met een. Welkom bij de documentaire van Kevin. Kevin was een werknemer bij attractiepark De Efteling. In De Efteling deed hij de pintige pianist. Pintere pianist. De pintere pianist. Hij wil graag gratis rondjes uitdelen. Helaas doet hij dat in De Efteling niet meer. Welkom bij de zoektocht. Wie wordt de nieuwe Kevin? Na de hitserie K2 zoekt K3... K3 zoekt K3. Kevin kom zoekt nu Kevin. Kevin zoekt Kevin. Solliciteer nu op toverland.com/vacatures. En wie weet, word jij de nieuwe Kevin. De enige voorwaarde is, je moet Kevin eten. Ja, en je moet erp drinken. Want onze nieuwe serie wordt gesponsord door erp. Ja, maar je weet de toverspreuk, hè? Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Mercado Ludico. De Game Gallery hier op het prachtige Port Laguna in het magische toverland. Vandaag is mijn afscheid van de abonnementhouders. Woehoe! Eindelijk! Oké, Erwin speelt niet mee. We gaan een potje zeepaardenrace spelen. Hebben jullie er allemaal zin in? Yo! Hallo kijkers op YouTube. Even kijken of iedereen er klaar voor is. Even zeggen dat je klaar bent. Ben je klaar voor? Ja, ik ben okay. Hartstikke klaar. Eens klaar voor. Nummer 2 laat je horen. Klaar voor? Ja. Ja? Erik, ben je klaar voor? Ja. Ja. Ja? Ja, die is meer overtuigingskracht. Oh ja. Hey! Heel goed. Nou, die slaan we over. Ben je klaar voor? Ja, zeker. Redpark, checkie. Daar heb je dat shirt niet voor nodig in ieder geval. Ja! Ben je klaar voor? Ja. Oké, okay, gaan we aftellen. Tellen jullie mee? 100! 99! 98! 97! We zijn tot 11 uur open, dus ik heb alle tijd. Ja. Laten we samen aftellen. 7! 6! Ah, we gaan al! Ah. Ballen vast en rollen maar. Kijk aan deze kant hoe het gaat.
bijen, dat is voor de vlog. Ja, dat is gewoon pretparkwereld is dit. Oh. Kijk geen hond naar, maar... Abonneer naar pretparkwereld! Even zwaaien. Ja, dat is voor het intro. Ja. En de kijkcijfers schiet al omhoog. Dat is ook niet zo moeilijk als je nul kijkers hebt. Kijk, nummer 7 die is aan kop. Bijvoorbeeld nummertje 5. Ik weet niet wat nummer 1 en 2 aan het doen zijn. En dan wordt dat nummer 9, wordt dat nummer 7. Of ongelooflijk, het is nummertje 5. Het is Erik heeft gewonnen. Erik doe rustig, ja? Erik doe rustig. Woehoe! Hebben jullie er allemaal zin in? Ja! Nou gaan we nog eens kijken of het wat harder kan dan net. Nummer 1, laat je horen! Nummer 2, laat je even horen. Je mag op de stoel gaan staan hoor, je mag helemaal los. Heel goed. Nummer 5, laat je horen! Hey. Wacht even, morgen moet Max Verstappen rijden. Max Verstappen gaat eerst over de finish, wat doe je dan? Heb ik geen Formule 1 fan volgens mij? Nee, dat dacht ik al. Maar je weet, jongen, ben je klaar voor? Tuurlijk. Nou, heel goed. Enthousiast. En pak ik hier, ben je klaar voor? Ja! Ja! Oké, okay, helemaal goed. Wacht even. Ik wil jou zo enthousiast horen als Toverland bouwt 5 nieuwe achtbanen. Wat doe je dan? Hey! Heel goed, kijk, dat willen we inderdaad hebben. Nummer 10, ben je klaar voor? Altijd. Helemaal goed, dan gaan we aftellen, jongens. Dan gaan we 3, 2, 1. Rollen maar, dat was geen eerlijke start. Hij begon iets eerder. Nummer 9, kets afpunten. Nummer 7 is aan kop. Ik gooi drie keer al in rood. En nummer 7 heeft een enorme voorsprong. Gaat iemand nummer 7 erin halen? Nee, tuurlijk niet. Dat ben ik. Oh, nee, ik heb nog gelukkig. Net had ik gelukkig, maar niet meer. Op nummer 2, haal die nummer 7 in! Ik heb van de winnaar een heel klein prijsje in petto. Een beetje leuk maken, hè? Wat is dat? Wat? Doe je de groen dan? Wat spannend! Wordt er nummer 2, wordt er nummer 5, wordt er nummer 7 en... Nummer 2 heeft gewonnen, dames en heren, daar mag voor geklapt worden! Woehoe! Even door, ze wil nog meer, even doorklappen. Gaat hij staan, even niet staan. Gaat hij staan, op de buiting. Je hebt hem misschien wel gemist hier op Koch Laguna, je weet er alles van. Maar om het leed een beetje te verzachten, krijg jij van mij een IV-tatoeage. Alsjeblieft. Moet ik nou de laatste woorden zeggen, of... Nou, beste abonnementhouders van Toverland, het spreekt breekt me uit. Het was een eer om hier jarenlang zeepaardenrace met jullie te mogen spelen. Helaas is het hoofdstuk uit. En zie ik jullie graag bij een niet nader te noemen attractiepark in Kaatsheuvel met sprookjes. Dank u wel. Woehoe, applaus! Dat mag ik wel klap voor. Ja, dank u wel. Hij gaat niet weg, want wij zijn natuurlijk ook in de Efteling. Oh, ja. Oh, nee, we mogen geen Efteling zeggen. Even uitknippen, even opnieuw. Maar daarentegen wil niet zeggen dat ik dit niet enorm ga missen. Dus even zonder grapje, dit is echt, ik ga dit heel erg missen. Oké, okay. Ja. Even een duimpje omhoog voor Kevin. Bij even... de 10.000 duimpjes spring ik van de hoogste duimplank af hier op het Laguna. Vanavond nog. Dus allemaal duimpjes omhoog, even op loopings even delen. Ja. Dan de pintige pianist gaat... Pintig, hè? Pintig, hè? Wat? Heeft hij te veel biertjes op? Pintige. Wat was het dan? Pintere. Pintere. Wie bedenkt die naam? Heb jij die naam bedacht? Ik hoor even... al pintige, dus ik weet niet wie dat gedaan heeft. De pintere pianist. Nooit van gehoord. Waar staat? Dat is een stille jongen. Dat is jouw broer, maar dan stil. Volgens mij, ik weet zijn... Nee, ja, mijn familie is wel een beetje dicht, zeg maar. Want hier komt straks de disco en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, en hier staan we bij Avalon. En vanavond is hier ook een show, namelijk de Pretparkwereld Zwaardvechtshow. Daar gaan wij mensen lekker laten zwaardvechten. Nee, dat is een grapje, maar Marlijn komt als het goed is hier. Verwacht ik, dus dat is vanavond. Ja. En daar hebben ze hier ook mooie banieren opgehangen. Heel ik mooi. Vind ze echt heel erg mooi.
Bijna net zo mooi als die van de Efteling, maar die heb ik nog niet echt gezien. Wow. Heb jij die in de Efteling al gezien? Ja, ik wel. En wat vond je van? Deze zijn mooier of die van de Efteling? Nee. Deze ziet er ook wel goed uit. Welke is mooier? Deze. Mening. Deze. Ja, oké. Okay. Ja. Maar het begint te regenen, dus ik ga heel snel naar binnen. Hoei. Dat is zo fijn aan Toverland. Je hebt twee hallen, dus laten we naar de hallen toe gaan. En we gaan nu in de theekopjes. Ja, we gaan in de theekopjes, want de theekopjes zijn eindelijk weer open na hele lange tijd. En Sirocco. Oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Sirocco. Heb je een box Start bij? De Sirocco muziek. Heb je een box bij? Je zit hem naar harde. Waar is Simba? Ja, hij begint. Hoor niks. Dit gaat zo fout. Met z'n drieën draaien, kom. Ik heb geen grip meer. Dat was een ervaring. Ja, dat was een ervaring. En laten we nou maar snel weggaan. Hallo dames en heren, welkom bij tent 80. Ja, tent 80. Oké, okay. Ja, ik zit hier in de meme tent van tent 80. Dus laten we even binnen kijken. Nou, dit is tent 80. Waarom slapen wij in tent 80? Wie heeft dat bedacht? Ja, dit is ook een mooie tent. Hij is vooral lekker stevig, want hier zijn heel veel dingen op deze paal gebeurd, denk ik. Ja, het is niet meer zo stevig. Maar het is warm hier. Ja, weet je, ik kies wel een andere tent. Ja, dus je moet je niet die lamp aan laten staan. Kom. Nou, dat was de tour van tent 80. Ja, hier gaan we dus vanavond slapen. Het is gewoon een hele meme om in die tent 80. Overal zitten namelijk ook de bordjes. Zijn ook overal gewoon vast. Behalve bij tent 80, daar zit het dus gewoon los. Dus ja, hier is iets ergs gebeurd. Maar niet getreurd, mensen. Dus alleen. Nou, wat een leuk. Wat is dit toch een leuke meme om in tent? Nou, en nu? En nu komen er hele mooie sweetshots van tent 80. Ja, wat een mooie sweetshots waren dat. Alleen. Er doet maar één lamp, doet het maar. Deze. De rest is ook wat mee gebeurd, denk ik. Maar nu gaan we weer terug naar het park, want zometeen beginnen de Magic Member Nights. En daar heb ik heel veel zin in, want ik heb vooral zin in de disco bij het Wervel, dat had ik al gezegd. Maar ik heb er heel veel zin in, dus daar gaan we. Nou, het programma voor de Magic Member Night vandaag is... Er zijn ridders te paard in Avalon, er zijn Qataris bij Dwervelwind. Je kan je eigen wonderbal maken, dus dat ga ik zeker doen met Pretpark Wereld logo. Ze hebben een levend standbeeld van Poseidon. Bij Port Laguna hebben ze freestyle duikers bij de Battle of Port Laguna. Ze hebben een tropical disco in de Wervelwind. Herman, Helga en Lena zijn in Groenewald. Bij Expedition Zorg zal je Maximus Muller zien. In Port Laguna is er nog een swingend feestje met DJ. En op het einde van de avond is er een lasershow in Port Laguna. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus laten we gaan. Nou, en dan zit je in één keer te eten bij de Flaming verder. Oh, dus dit. Want waarom gaan we hier eten? Ze hebben namelijk iets nieuws. Ja, ze hebben vandaag iets nieuws. Ze hebben namelijk een eigen Toverland biertje. Echt Toverland. Jullie horen nu echt bij de top van het park. Want alle topparken hebben eigen bier.
Dus die gaan we natuurlijk zeker uitproberen. En dan natuurlijk ook lekker meteen avondeten. En echt een mooi uitzicht hebben. Zeg, enorm de knetter. Waar is B&M? Waar is die? Waar is die van René? Oh, wacht, is geen fan, nee. Oh. Ja. Dat mocht niet. Nou, ze hadden een klein foutje gemaakt. Dat was ook wel logisch, want ik zat al te denken. Is het nu allemaal? Dus pas vanaf 7 uur kunnen we hem hier of bij de bierkade de Toverland bier halen. Dus we moeten echt even wachten. Maar nog steeds hier eten is echt fantastisch. Nou, het eten is er. En ik heb hier zoveel zin in. Oh. Nou, dat ziet er lekker uit. Ik krijg er zelfs Pirello bij. En we gaan nu in de Expedition Zorg. Ja, ons eerste rondje na 6. Ja, daar gaan we. Ja, daar gaan we dan. Hebben die even veel te druk. Ik word overal gebeld. Ik ben zo populair dat ik word altijd gebeld. Maar nee, we gaan erin. Ik ben benieuwd of we wat nieuws zien. Daar heb je Davy. Ja, ik heb namelijk gehoord dat er een nieuwe animatronics zijn. Animatronics! Ik ben benieuwd. We gaan ze zien. Die viel heel erg mee. Ja, altijd van deze dan mee. Ja, maar toch moeten we elke keer zeggen. Want het is wel het verslag dat we doen. Ja. Maximus moet nog even iets zeggen. Ja. Zo, dat ging niet helemaal goed, ja. Ik zei toch dat jullie naar links moesten. Oh, jullie moeten echt niet aan luisteren, hoor. Maar daar gaan we dan! Oh. 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 Wat was dat? Kijk voor in zit! Oh, ijskar aan! Hé, weet je wat ik daar zie? Ik zie een nieuwe animatronic! Wat zag ik? Koud. En hier hebben we babyzorgjes. Die zijn ook nieuw. Oh. Nou, wat vind jij ervan? Ik vind het wel leuk. Ik vind ze wel leuk, maar ik vind ze eigenlijk niet in de stijl passen van de attractie. Maar ik vind ze wel leuk bedacht. Ja. Dat wel. Sowieso is het wel leuk om te zien dat Maximus denkt dat het dus monsters zijn die zorg, maar dat het eigenlijk gewoon hele lieve wezens zijn. Ja, dat klopt. En ik hoop dat er ook knuffels voor komen. Ik weet het denk ik wel zeker. Ik ga twee kopen, want dat lijkt me zo gaaf. Daar hou ik je op. Als ze komen, ben jij de eerste. Nou, en we hebben weer hoenderballen gehaald. Dit zijn nieuwe hoenderballen. Want ik wil deze nieuwe hoenderballen laten branden met, als het kan, het pretparkwereld logo. Maar we zijn benieuwd. We hebben zin in. Laten we ze branden. Nou, daar zit ik dan. Ja, je moet hem zelf gaan tekenen met een potlood op de bal en dan wordt hij daarna gegraveerd. Dus ik ben wel even bezig om een pretpark weer een logo erop te krijgen. Thank you.
Kijk trouwens eens wat voor rij hier nu staat. Ik denk echt dat dit hier een uur gaat staan, minimaal. Nou, is maar goed dat wij meteen zijn gegaan, want de rij kan alleen maar langer en langer en langer, 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 langer worden. Ja, ik zou één ding zeggen, hij wordt niet korter. Nou, wij zijn bijna aan de beurt. Maar we zullen even kijken voor jullie laten zien hoeveel gastmensen er in de rij staan om zo'n mooie bol te laten graveren. Ja. Dus loop maar, cameraman. Daarvoor lekker veel, lekker veel. Ja, het is heel druk. Doei Erwin! Doei doei! Nou. En hun staan daar. Hier gaan we teruglopen. Ja, even lachen! Hallo. Hallo. En dit is een lange rij, cameraman. Ja. Die staan hier echt nog wel de hele avond. Ja, dat is ongeveer 3 minuten per bal. Ja. Nou, kan je even alle mensen tellen? Hoeveel mensen er in de rij staan? 1, 2, 3, 4, ja, maar je moet even allemaal tellen. 6 hours later. Ik kom uit op 300. Nou, tel even nog een keer, want dat is niet het goede antwoord. Je mag stoppen met tellen wanneer wij klaar zijn met branden. Dat vind ik een goed idee. Ja, ga maar even tellen, Niels. Ga maar tellen. Welkom bij De Beste Toverlander. Vandaag, je moet tellen hoeveel mensen in deze rij staan. Succes. Ik heb al dat grote parcours met je mee, maar ik doe wel niet mee. Ik doe mee aan toverstoppetjes, meer dan doen. Oh, ja, dat gaat nog gewoon door, hij verveelt zich. En wat hebben jullie dan getekend op jullie bal? PSV-logo. PSV-spel. Mijn favoriete voetbalclub. En wat is jouw favoriete voetbalclub? Helmond Sport. Erwin, laat die de beste. En dit is hem dan geworden, mijn bal van de oude Toverland-logo. Ik vind hem echt heel vet geworden. Maar Erwin, hoe zien die van jou eruit? Nou, mijn eigen naam heb ik op de bal. En ik heb het pretparkwereld logo. Ik heb ze niet allermoeilijkst laten doen, want natuurlijk zitten er veel meer lijnen op. Die ga ik trouwens zelf met een stift nog nadoen. Ja. Maar het enige vraag die ik nog had van over deze ballen was, rolt die nog wel net zo goed als een bal met alleen dit erop? Dus dat gaan wij nu uittesten. Yes, laten we hem testen. Zal ik links doen, dan bak jij rechts? Ja. Dit is Niels' bal, dat is een normale bal. En ik heb hier de gegraveerde ballen. Dus ik stop eerst die van Niels erin en een paar seconden later gooi ik die andere erin. Even allemaal op een mooi rijtje gooien. Yes, klaar voor, daar gaan we. Dat denk ik. Ja, je ziet hem al sneller rollen deze. Ja, al bijna. Maar daar heeft hij altijd wel last van. Hallo kijkers van Mick, hi. Oh. Heb jou erin gehaald? Nou, ze staan stil. Oh, we gaan nou voor de eerste keer in. Momenteel staan de nieuwe ballen voorop. Zoals je ziet, de oude bal die loopt achter. Ja, nogal. Daar loopt mijn bal. En... Ja, oude, ja. De koebellen. En mijn bal heeft gewonnen. Nou ja, eigenlijk die van Dirk. Ja, maar ik kom later bij, zeker. Ja, oké. Mijn heeft gewonnen.
Nou, zo zie je dus dat de nieuwe ballen veel beter rollen als de oude. Dus helaas Niels, jouw bal wordt nu vernietigd. En dat was Marble Mania. Bedankt voor het kijken, vergeet geen duimpje om te doen. Oh, wacht. En dan gaan we weer verder met de val. Hey, ja, doei. Doei. Bye. Hallo, wat doe jij hier? Ja, ik ben maar even doorreis. Op doorreis. Doorreis. Nou, dan zie ik je. Ja, met oude logo er half op. Ik zou zeggen, zie ons. Ja, ik zie je voor Laguna. Doei. Nou, die is lekker op vakantie in een veel beter gebied. Moendewal. Nou, dat is ook voor het eerst dat hij hier komt. Maar die zien we daar straks wel weer. Alle kut op mijn raad. Ben er bijna. Bijna. Eindelijk. Nou, we gaan nu de Toverland bier bestellen. Bij de biergarten. Doe maar twee. Ik moet gewoon nog aan dat het op een zoveelste is. Wat een mooie bierblikjes, hè. Oh, die barcode hebben ze ook in de aquavorm gedaan. Wat? Dat hebben ze echt wel heel vet gedaan. Wat? Oh my god. Nee. Toverland Live van Dijken. Wat heb jij op je hoofd? Ik ben geschminkt. Allemaal voor Sam's verjaardag. Leuk. Ik vind dat jullie ook moeten. Ik ook. Ja. Wauw, heb jij dat ook? Ja. Hoe dan? Ik heb hem in mijn tas zitten. Maar hoe kom je daaraan? Bier. Dames en heren, hier in Toverland wordt gewoon misbruik gemaakt door de bier hier. Toverland moet per direct sluiten, want dit mag echt niet. Hij is wel leeg helaas. Nou. Oh, dus heb je zelf de inhoud opgedronken? Nee. Toverland, sorry. Excuses. Ik ga nu bier tappen. Tappen nog wel. Ik dacht dat er al in zat. Ja, klopt. Mooi blikje. Mooi. Ook een hele mooie standaard voor de Magic Ball. Nou, ik ga het biertje nu testen. Oké, hij schuimt goed. Hij schuimt goed. Ik denk trouwens dat dit de eerste keer dat ik bier op blik drink, want dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Smaakt wel goed. Ja. Ja. Ik ben ook benieuwd. Proost. Ik vind hem op zich wel lekker. Hij is best wel bitter, maar ook zoet, want er zit honing in. Ja, er staat honing in. Dus ik vind hem op zich wel lekker. Lekker biertje. Nu te koop in Toverland. 18 plus. Drink bewust. Oh wacht, dit is niks onder de 18. Niks onder de 18. Waar is Timon's pas nou? Dan zijn we hier! Kijk nou eens jongen, moet jij niet eerst even voorstellen als je iemand ziet? Ik ben Dirk. Wie? Dirk. Dat is goed, ja. Ik ben Herman, welkom in onze biergarten. Dat is Helga, mijn vrouw. Dat is Lena, onze fantastische, lieve, wunderschöne stamgast. Ik zal er even roepen, wacht even. Lena! Even zwaaien! Helga, jij mag niet. Ja, oké, dan gaan we. Ja, Lena! Wat een avond, hè? We hebben nieuwe gasten! Nieuwe gasten! Nieuwe gasten! Fijn dat jullie gekomen zijn! Ja, was het Toverland biertje? Ja, lekker. Oh, dat is een uitvinding van mij natuurlijk. Van ons, wij hebben samen de bierkart en het is onze uitvinding. Ja, jij drinkt het vooral. Ja, ik mis alleen een beetje de muziek, hè? Ja, dat is mij ook, ja! Het was of een nieuwe zorg of een shop bij ons. Nou, we weten wel voor zijn. Ja, Steven was ook geen budget meer voor. Was geen budget meer voor? Nee, dus in plaats daarvan. We moeten even Toze Bol even afslaan. Nee. We zijn al drie afgekant. Luister nou even. We hebben een Schulbak. Stokvangspel. Schulbak. En krakelingwerper. Oh, welkom allemaal. Fijn dat je er bent. Welkom. Hallo. Ja, welkom. Ja, daar, voel me al heel welkom. Dag Rick. Cheers. Waar is het bier? Dus op. We zijn een succes vanavond. We zijn een groot succes vanavond. Ja, net als Toverland Live, alle bieren is op. Nou, nog niet allemaal, hè? En mevrouw? Jouw bier is op.
Ze is druk. Ja. Het is mijn bierassistent. Is dat bier hier? We hebben ook een heel luchtje. Zeg omdat het bier op is. Is het bier? Is het echt op? Dat zegt Lina, zegt dat het bier op is. Ja, is het bier? Het kan niet, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Is het bier op? Nee, het is bier is niet op. Er worden leugens verspreid. Er worden hier leugens verspreid. Zal het niet de eerste keer zijn dat het bier op is? Rondje van de zak. Ja, is goed. Rondje van de zak. Ja! Mijn biertje in mijn handen, kom op. Ja, geskipt, yes. Nou, we zijn nu bij de Dwervelwind en het is hier een heel feestje. Nou, bij Dwervelwind was het veel te druk, dus wij gaan naar de Tony Moly. Ja, we zijn nog een attractie. Tolly Molly! Wat? Ja, daar zitten we dan in Tolly Molly. Tolly Molly? Ah, gaan jullie niet samen? Nee, dat hoeft niet. Voor de andere momenthouders hebben ze deze avond ook de Phoenix gewoon lekker stilgezet op de top van. De Phoenix, leuk voor die mensen. Leuk uitzicht, zou ik ook een keer hebben gewild. Maar niet op zo'n speciale avond. Want ja, dan zit je daar boven en dan... Ja, normaal heb je niks extra's. Maar ja, deze avond zit behoorlijk veel extra dingen. Ja, dan zou ik weer niet op de Phoenix op de top willen zitten. Ook al lijkt me het echt super gaaf. Ja, en dan zit je daar op de Phoenix. Niet zo leuk. Maar ik hoop het ooit ook mee te maken, dus ik moet niet zo klaar. Nou Niels, wat vind jij daarvan? Ik vind het wel mooi. Gewoon, ik heb het er net over welke attracties ik nog wil doen. Ik wijs Phoenix aan, zie ik hem ineens stilstaan. Dat is ja, toch mooi? Ik had het al eerder in de vlog al gezegd, van dat hij al stil stond. Ja, maar ik stond de hele tijd... Ik was aan de wc, ja daarom. Ja, ik stond de hele tijd in het station van Merlin's Quest, dus ik heb niks gezien. Het is zonde, want nu kan je niet echt alles meer doen. Nee, klopt, want die zitten daar nu vast met een paar minuten, denk ik. Met 10 minuutjes, denk ik, nou ongeveer. Nee, ze zitten nu 10 minuten vast, ongeveer. Ja. Ik denk, is dat nog iets langer? En ze zijn nu bezig met ontruimen. Hij rijdt weer. Kijk, net hadden we het zitten vlog. En die medewerker die staat hier nog gewoon hier boven. Maar de Phoenix, die rijdt weer. Nou, dat is mooi. Ik ga vandaag een rondje maken. Hoe vertrouw je het nou niet? Hé, dit is gewoon een rijlijn. Waarom rijdt het? Zie je, rijdt 3 links. Ik wil hem in. Wat het dus is, kijk, hij is weer gedraaid. En op dit moment denk ik van, ja, nu ben ik op zich blij. Want ik wil hem echt dat hij ontruimd moet worden. Dat je echt uit moet stappen. Niet bij, hoe heet hij nou, Plopsland de Pannen. Nou, eigenlijk, weet je wat ik zeg? Ik wil er echt storing hebben. Weet je waarom? Daarboven vasthangen. Want je weet, als je daar boven zit, dan denk je wel echt weer in de kut. Anders kan ik fucking vet. En je weet, je krijgt een verwendpakket. Hebben ze bij de eerste keer ook gedaan, zullen ze bij de tweede keer absoluut ook moeten doen. Want ja, het is al de tweede keer dat het misgaat. Dus krijg je ook weer een verwendpakket. Dus ik ga er, over een paar weken ga ik erheen, dat zie je dan in de vlog. Dus ik hoop echt dat ik dan boven daar stil sta. De kans is echt zo klein. Maar ik hoop het wel, dus misschien krijgen wij ook een verwendpakket. Weet je waarom ik eigenlijk nu in de Merlin's Quest ga? Omdat er een live acteur staat. Een live acteur? Misschien, acteur. Ja, dat zijn jouw woorden. Dat zijn jouw woorden. Helemaal niet. Hij zegt net achter de schermen even. We hadden het er net over en hij zei acteur. Acteur. Staat helemaal niks. Hij moet nog komen waarschijnlijk. Dear Merch, where is
Mooi een vibe hier. De pretparkwereld weer, denk ik. Ja, de pretparkwereld. Ja. Mieke, kom eens. Dit is voor pretparkwereld. Ken je dat? Nee. Dat is heel populair. Je hebt 10 volgers. Dat is zijn moeder en Erwin's moeder, dat sowieso. Die andere 8 die ken ik niet. Maar dit is dus pretparkwereld. En zwaaien. Hoi! Ja, we gaan beginnen, want het duurt op de buurt. We gaan beginnen, let goed op. 3, 2, 1, ballen vast. Nou, en nu gaan wij joelen. Ik ben er super goed in. Nou, dat is de vrouw die... Zie je. En dan heb ik de laatste middel. Zie je, dan gaat er in één keer een... alles gaat er mee in. Ah, oh, wat zie je, dan gaat hij naar de EHBO. Oké, ik ga nu op. Oh, Dik uit de rol, we moeten zorgen. Ja. Ja, maar wil die muziek horen, ja. Ik herhaal gewoon jouw woorden. Je mag het headset even hebben. Ik durf te wedden dat ik beter met mijn jou. En waar gaan we op wedden? Als jij wint, hoef je maar 10 seconden onder de grootste douche te staan. Als ik gelijk heb, dan ga jij... Nee, 15 seconden. En anders ga je 30 seconden onder de grootste douche staan. Ja? Oh. We moeten wachten! Ja, laat hem maar in. Maar... Dus, als jij wint, hoef je maar 15 seconden eronder te staan. Als ik win, ga je er 30 seconden onder staan, oké? Ik ben echt noob. Kijk mij, man. Bij mij gaat het er net niet erin. Op de kamers gaat het veel makkelijker. Verstandig. Ik verwacht dat die jonge man een beetje ons lief doet. Dankjewel. Hey, ja, die halen we zo wel. Blijf wel. Jij wou toch snel eten gaan halen. Ja. Maar dit betekent dat jij morgen een minuut onder de grootste douche van Nederland gaat staan. In deze video zit hij nog. Dus blijf kijken. Ja! Ja! Hij heeft gewoon 2 keer gewonnen, hè? Ja. Maar ja, dan krijg je wel eens een keer jouw spel. Oh nee. Welkom bij een nieuwe serie, Boos. Goedemiddag. Ik ben Boos. Hij stinkt boos. Nee, hij stinkt nat. Kijk, fucking beet. Lul. Je zei dat je dat minder erg vond. Getoeten. Ja, maar niet zo erg. Oh, weet je, het kon ook nog erger, hè? Je kon ook hier in de rij staan voor de moenenbal. Dat is nog erger. Ja. En nu heb je het koud. Nogal. Dat staat niet. Maar hé, hij doet het, de water. Ja, zie je, er komt water uit. Ik heb het oprecht koud. Mijn broek is nog niet eens zo'n probleem, maar ik had het al zeg maar koud, zeg maar hier, omdat ik geen trui aan had. Dus ik ga daar geen trui aan. En mijn ander, ik moet daar serieus mijn slaapshirt aan, dat is grapje. Het is gewoon een Toverland shirt. Weet je welk shirt mijn slaapshirt is? Nou, van Toos en Morrel. Erger, de ene vrouwenshirt van Avalon. En dat zei hij ook in de vlog, hè? Ja, dat voel je mij niet. Mag je ook, als je hem aandoet, even in de vlog doen? Ja, is goed. Prima, joh. Ik ben mij verrotten. Ik vind het een mooi shirt. Ja, jij hebt wel gelijk. Het is wel een mooi shirt. Ja, alleen... Ik zat er zelf ook aan te denken. Ja, oprecht. Het is best een mooi shirt. Alleen jammer dat hij alleen voor mij is. Maar je wordt wel echt nat in een nieuwe expeditiezorg, hè? Ja, vooral als er een of andere kietelende bouwde bij zat. Kijk hoe nat je wordt in de expeditiezorg. Oh, ben je in de splashzone gaan staan of zo? Nog veel erger. Hij is erin gaan zitten. Ik zat met hem in een bootje. En ik deed de peddeltechniek. Ik dacht, ik ga vooruit peddelen. Maar toen werd hij helemaal nat. Ja, ik heb gelukkig nog een slaapshirt bij omdat ik hier geslapen. Het scheelt. En anders, de winkels zijn open. Kijk. Tot 11. Oh ja, tuurlijk. Maar wat ik dus wou zeggen, ja. Dus hij gaat morgen onder de grootste douche van Nederland staan, 1 minuut lang. Ja, ja. Wat een gek ben jij. Jij
Jij bent gek. Morgen wordt het ook helemaal niet warm. Ja, maar dus daarom moest ik hem alvast voorbereiden. Snap je? Dan moest je eigenlijk in de splashzone staan. Ja. Wat? Dit is wel koningin. Wij gaan nu naar Dwervelwind toe, want ik vind het echt fantastisch. Ik wil die discussie. Hier zijn trouwens paarden van Avalon. Joris en de draak. Ja, maar... Veel belangrijker is hier natuurlijk. Dus ik vind het wel heel leuk met de disco gedaan. Maar laten we nu de wachtrij gaan. Is hij nou doorgeschoten? Waar is al heen gestapt? Nou, dat was de Dwervelwind. Ja, was heel erg vet. Vond wel leuk. Helaas hadden we geen GoPro mee vandaag, dus... Nee. Maar het was echt vet. Het was geen onrijp muziek natuurlijk, maar het disco. Ja. True magic lives inside all of us. Inside ordinary people that make brave and loving choices every day. Believe in yourself. Your wings already exist. All you have to do is fly. So let's count down together and discover your own magic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nou, we zijn lekker een ijsje aan het eten tijdens de spectaculaire show. Oh. Dus laat de show maar lekker beginnen en ik ga lekker van mijn ijsje genieten. We gaan nu het cadeautje voor Sam brengen naar tent 37 en daarna gaan we pas door naar tent 80. Dus de afterparty moet nog even wachten bij tent 80, want we gaan eerst naar tent 87. Dus gaan we dit fantastische cadeau wat we toen straks hebben gekocht aanbrengen. Sam, ja, Sam. Gefeliciteerd hè. Het is je 15e verjaardag ook, sorry. Ik zag niks door die lamp. Ja. Het is heel pikdonker als we de lamp hier uitzetten. Maar wat vond je eigenlijk van deze dag? Leuk, wel wat minder als andere edities, want ja, ik vond de vuurwerkshow wel mooier, maar het was leuk, ja. Ik vond het wel ja, maar ik snap wel dat ze het vuurwerkshow niet konden doen. Nee, was voor iedereen proberen. Ik vond persoonlijk, de lichtshow was mooi, maar het was
bijna de hele tijd hetzelfde. Ja. En ik vond dwerven vind ik wel vet. Dat moet ze gewoon eigenlijk met Halloween ook gewoon doen. Dat, ja. Die kleuren passen gewoon bij Fiesta Los Muertos. Hier zit er een pop. Want ik heb zoiets, waarom zou je bij Troy wel niks zo kunnen doen? Dat eigenlijk niks met Troy te maken heeft, maar bij dwerven zou je het wel gewoon kunnen doen. Waar is tent 37 eigenlijk? Geen idee. Vooraan ergens. Oh nee! Sam! Wie is dat? Houten! Je gaat het niet doen! Met je paardenpoppen! Je mag dan wel jarig zijn, maar dit keur ik niet hoor. Dat is niet 80, holy shit. Doen? Hoe werkt dat ding? Dat vertel ik niet. Ten 80 is weer fantastisch ingewijd dankzij Sam. Dankjewel Sam. Nee, ik was dat niet. Hey. Dankjewel Sam. Airup! Jongens, ik ben een goede sponsor. Ik heb thuis ook Airup, supergoed product. En wij worden ook gesponsord door Airup. Hey, lekker Airup! Als je dus de kortingscode ten 80 krijg je 20% korting op Airup. Nou, wie wil er nou niet? Ik heb het zelf dus dan betaal je maar 80%. Wauw, ten 80 Sam, snap je hem. We zijn geen tokkies. Dus wij willen dit gedrag niet aansporen, dus jij mag het schoon gaan maken. Ja, is goed. Dus, morgen, maar morgen vroeg trouwens, dat is leuk. Nee, dan ben je jarig, dan heb je meteen café. Nee. Nou Sam, jij viert vandaag je verjaardag. Ja. Je bent, hoe oud ben je worden? 51. 15 alweer, oh! Leuk, partypop. AliExpress Sam of 15? Ja. Oh, moet je en daarvoor heeft Pretpark weer natuurlijk ook een cadeautje voor jou. Natuurlijk heeft Pretpakwereld ook voor jou een cadeautje, alsjeblieft. Dit is de kaart. Sorry voor jullie tent trouwens. Maakt niet uit. Het is tent 80. Alsjeblieft, verraad mij niet. Wat? Oh, natuurlijk niet. Komt alleen in de video. Komt alleen in de video. Hij heeft net Pretpak. Hou die button. Ja, die moet je wel morgen opdoen. Dat is een speciale button. Ik werk hier niet, dus. Noor, pleur dat ding niet op de grond. Voilà. Zijn hem wel lief doen, hè? Het is gewoon... Als je jouw gedoe weer. Even voorlezen. Beste Sam, AliExpress, Mick. Nick. Oh, Nick. Ja. Gefeliciteerd met je verjaardag en maak er een leuke dag van. Groetjes, Team Pretpark Wereld. Nee. En dan... Ja, die moet je dus morgen opdoen. Ja. Ja. Ja, kunt alles bij jou. Ik ben toch verjaardag. Ja, dit is gewoon een toverblaadje. Ja. Zo'n mooi toverblaadje om in je kamer op te hangen. Fantastisch. Ja. En hier heb je ook nog een heel vet cadeau. Je bent trouwens de enigste welke dit krijgt bij de YouTube community van ons. Dus, als je bij ons komt. Sorry Dirk en Brian en zo. Jullie, dit af en toe bij je AliExpress versie moet je wel iets liever behandelen. Alsjeblieft. Oud! Ja, moet ik even die haak van mij tegen jou aanstaan, dat doet pas pijn. Dat is zo'n dik staal. Dat ding is wel best zwaar die lift. Omdat jij ook een mooi Troy zijkantje hebt, moet je natuurlijk ook een Troy pet hebben. Oh, dat is gewoon normaal. En ik weet dat je die niet hebt. Want je moeder zat in het complot. Ah, ja. Ja. Fantastisch. Ja, nou. Troy bestaat ook 15 jaar, hè, trouwens. Echt? Oh, ja. Echt? Ja, nou ik ben net zo'n droom. We hebben gewoon een leuk cadeautje voor je. Je mag onze tent gaan opruimen. Ja! Ja! Kom, we gaan het zo. Morgen vroeg om 10 uur. Kom. Daar zit ook nog wat, hè, daar. Dit idee was geen eens van mij, om nog een nacht te doen. Ja. Dat was toen... Nou, dat was alweer het einde van de video. Vond je hem leuk? Vergeet dan geen 80 duimpjes omhoog te doen.
Ja, en druk ook op de abonneerknop om geen enkele video te missen. Ja, 80 abonnees alsjeblieft blij voor deze video. En dan zien we je de volgende keer bij een 80 video. Ja, ik heb hier niks meer te vragen. Doei. 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 Nou, we staan hier in Ever. Daar ging mijn stem. En daar is Jelen. Hallo. Daar ging mijn stem. Bloeper. Mijn stem is weg en we nemen je uit, man. Oh, draaibal, sorry. Ik moet hier je elleboog blessen, maar oké. Okay. En daar hebben ze hier ook van die mooie banners op. Wacht. Oeps, verkeerde kant. Ja, we slapen dit keer bij een tent.